101 krachtige gedachtes voor het leven. Louise Hay. De gedachten die we denken en de woorden die we uitspreken geven voortdurend vorm aan onze wereld en onze ervaringen. Velen van ons houden vast aan een oude manier van negatief denken en wij zijn ons daarbij onvoldoende bewust hoeveel schade wij aanrichten en onszelf toebrengen. We zitten echter nooit vast, want we kunnen altijd ons denken veranderen. Wanneer wij nadrukkelijk, uitdrukkelijk en consistent kiezen om positieve gedachten te denken, zullen die oude negatieve denkwijzes als sneeuw voor de zon verdwijnen.